even oefenen, want we willen natuurlijk dat alle sprekers een warm welkom krijgen. En we gaan zo meteen luisteren naar Martijn. Maar ik ga jullie vragen om eerst even te oefenen, dus hij komt nog niet gelijk op. Laat je horen voor Martijn. Volgens mij kan het beter. Laat je horen voor Martijn. Nou, goeiedag allemaal. Welkom. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. En hebben jullie er ook een beetje zin in allemaal? Volgens mij net zat het goed, de sfeer erin, dus dan gaan we ook lekker weer verder. Ik klik hem even door. Ja, dat ben ik dus. Ja. Ik ga nu door naar de volgende. Ja, kijk. We gaan het namelijk hebben over de magische formule voor geluk en zelfvertrouwen. Want dat is namelijk iets heel belangrijks waar je natuurlijk, wat wel een mooie evenwicht moet zijn. En daar ga ik jullie in meenemen. Nou, je ziet een heel groot Mediameren. Nou, wat is nou Mediameren? Ik ben echt ongelooflijk trots op deze stad, want ik vind Almere een ongelooflijk vette stad. En ik vond het zo leuk dat ik eigenlijk dacht, laat ik ook maar mijn bedrijf eraan vernoemen. En vandaar ook, ja, Mediameren. En mijn laatste video is natuurlijk van Almere, je snapt het wel. En media, omdat we eigenlijk een mediabureau zijn. We helpen bedrijven eigenlijk door beter vindbaar te worden op het internet. We bouwen websites, we doen social media management. Eigenlijk doen we alles wat voornamelijk online afspeelt. Daar zijn we gespecialiseerd in. En dat vinden we mega leuk. Dus we maken campagnes en zo, allemaal van dat soort dingen. Maar jullie komen natuurlijk om nog verder wat ervan te leren. Het filmpje deed ik niet, maar dat maakt helemaal niet uit. Nou, om jullie even een idee te geven wie ik nou eigenlijk ben. Ik ben Martijn, ik noem mezelf eindbaas. Je kan altijd een standaard neerzetten dat je directeur of eigenaar bent bij een bedrijf. Maar ja, ik moet wat anders doen. Dus ik heb mezelf maar eindbaas genoemd, dat vond ik wel grappig. Dus als mensen bijvoorbeeld op mijn LinkedIn zitten, dan zie ze ook in één keer eindbaas staan. Of in mijn e-mailhandtekening staat dat bijvoorbeeld ook. Ik ben een gadgetbaas, maar ik ben enorm verslaafd aan gadgets. En voornamelijk aan Philips Hue. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat zijn van die slimme lampen die je in je huis kan doen. Je kan zeg maar 50 lampen kan je op één zo'n apparaatje, zo'n bridge. Ik heb er inmiddels 2 vol gekregen en ik zit al bijna aan die derde. Dus ik ben echt super verslaafd eraan. En mijn tech meer is eigenlijk als ICT-tak. En ben ik nog mede-eigenaar van Greenscreen Events. Dat is echt een top succes op dit moment. Eigenlijk is maart hebben we geen klus meer gehad. Dus daar moet nu alleen maar geld bij, omdat natuurlijk corona speelt. Maar dat moeten we even overleven, dat komt allemaal goed. Maar dan doen we eigenlijk groene wanden faciliteren op evenementen, bedrijfsfeesten en dat soort dingen. Echt onwijs leuk, alleen nu even niet. En ik ben vice president bij de tafelronde. De tafelronde is een groep van eigenlijk alleen maar mannen die bij elkaar komen, 1 keer in de 2 weken. En dan kijken we wat we voor het goede doel kunnen betekenen. En we sparren ook met elkaar. En over dat sparren kom ik straks nog even terug in mijn presentatie. Dat is echt super waardevol en dat vind ik zelf heel leuk. En daar krijg ik heel veel energie van terug ook. En dat steek ik natuurlijk ook in. Nou ja, ik had al gezegd, ik ben helemaal fan van Almere. Want Almere is echt ongelooflijk cool. Ik geef ook af en toe gastcolleges op binnen zijn en bij de Hogeschool van Amsterdam om jonge gasten die daar nog lekker aan het studeren zijn een beetje te enthousiasmeren om lekker te gaan ondernemen, want ik vind ondernemen gewoon echt ongelooflijk vet. Dat is het eigenlijk wel. Heel veel dus. Nou, ik ben een keer geboren. Dat gebeurt natuurlijk iedereen. Ergens in Amsterdam, want ja, er was nog, op dat moment was er geen ziekenhuis in Almere en ik moest wel aan het ziekenhuis geboren worden. Dus ik had in ieder geval Almere eigenlijk stiekem daar gehad, maar Amsterdam is natuurlijk ook heel leuk. Amsterdam heb ik erop gekregen. Nou, dat gebeurde ergens in 1990. Ga ik weer naar de Bruna omdat je moeder graag een boek wil kopen. En ik kom in één keer Bart Smeets tegen. Nou, dat was een soort eerste mediamomentje, want ik stond meteen op de voorpagina in de plaatselijke krant. Destijds nog de Almere Vandaag. Ik weet niet of jullie die allemaal kennen, maar dat vond ik wel grappig. Verwachtingen. Dit is wel interessant. De rest ook natuurlijk, maar dit is ook wel belangrijk. Waar stond je gisteren? Dat is wel altijd een goede vraag om dat een beetje aan jezelf te stellen. Want dat helpt je namelijk om ook te bepalen wat je doelen zijn voor de komende jaren waarin je verder gaat. Want het kan zijn dat je bijvoorbeeld gisteren echt een ongelooflijke klote dag hebt gehad. En dan is het soms even moeilijk om je dan weer op te laden voor de volgende dag. Maar je moet altijd maar bedenken, er is altijd weer een nieuwe dag. En als je dan je afvraagt, nou, waar stond je gisteren? Misschien liep je gisteren tegen iets aan waarvan je dacht, oh, dat had ik misschien anders moeten doen. Als je dan denkt, wat ga ik dan morgen doen? Dan kan je het natuurlijk anders doen dan dat je het gisteren had gedaan. Is het gevoel dat je het fout hebt gedaan. En dan heb je nog altijd de mogelijkheid om het op te lossen. Maar het is altijd ook belangrijk dus dat je doelen stelt. En doelen zorgen ervoor dat je eigen pad, je carrièrepad of hoe je het ook wil noemen, dat het je verder helpt.
Ik had bijvoorbeeld een doel dat ik, ik huurde eerst en ik wilde heel graag een eigen bedrijfspand kopen. Daar heb ik zo'n doelstellingen gezet en dat was dan voor 5 jaar. En dat lukte eigenlijk al in het tweede jaar. Dus ik had hem eigenlijk in mijn tweede jaar al te pakken. En dat vond ik super vet en dat geeft mega veel extra energie omdat je het net al aan de voren kan schuiven. Maar je moet wel zorgen dat eigenlijk alles natuurlijk klopt. En dat is heel belangrijk. Dus zorg ervoor dat je ook als je aan het ondernemen bent, ik weet niet of jullie allemaal ondernemers zijn, vingers in de lucht als je ondernemer bent. Mocht je twijfelen om te gaan ondernemen, dan hoop ik dat je vanaf morgen gaat starten. Of misschien vanavond nog inschrijven bij de KMK, want dat kan tegenwoordig allemaal digitaal. En anders dan, je kan natuurlijk ook gewoon ondernemend zijn in het bedrijfsleven. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Creativiteit. Creativiteit is natuurlijk mega belangrijk, maar dat begint dus als je jongs af aan wil. Je wordt ergens, inderdaad, wat ik net al zei, je wordt ergens geboren. Dan ben je mega creativiteit. Iedereen is mega creatief als je geboren wordt. Maar wat wel het ding is, als je naar school gaat, dan gaat die creativiteit een klein beetje uitgesloopt. Of een klein beetje, het wordt er voor een groot deel uitgesloopt. Want als je namelijk naar school gaat, moet je namelijk voor elk vak moet je minimaal voldoende halen. En als je dat niet haalt, dan zak je. Ik had bijvoorbeeld dat ik op de. Ik zat eerst ging naar de HAVO te nemen. En ik was gewoon in één ding ben ik echt ongelooflijk slecht. En dat ben ik nog steeds. Dat is in het Engels. Dus als mensen mij in het Engels aanspreken ergens op het station, dan ga ik gewoon echt knetter af. Want ik word er mega zenuwachtig van. Maar ja, je moest er wel een voldoende voor halen. En anders ga je niet over. Omdat het ook nog een exact vak is. Dus dat betekent dat ik ook niet echt kon accelereren op de andere vakken. Die ik juist wel heel erg leuk vond. Want daar heb je de creatieve vakken. Omdat ik creativiteit er leuk vind. En dan moet je dus in één keer moet je terugschakelen. Dus dan ga je terug en dan kom je in één keer terecht eigenlijk op de, het VMBO. VMBO wordt altijd super afgekraakt, maar ik vind VMBO helemaal te gek. En daarna heb je het MBO en daarna heb je de HBO, zo heb ik het een beetje gedaan. Maar dat VMBO, als je op VMBO hebt gezeten of je zit daar nu nog op, VMBO is helemaal te gek. Ik vind het juist leuk, want dan leer je een beetje praktijk. En theorie is ook belangrijk, maar het mooiste is dat je dat een beetje met elkaar kan combineren. En dat vind ik, vind ik vet. Dus iedereen is in principe creatief en je creativiteit kun je ook een beetje uitdagen. Hoe daag je creativiteit dan uit? Dat is Silke. Silke is ons talent binnen Media Meren. Ze is nog maar 19 jaar, maar ze is echt super talentvol. Die werkt keihard, super dedicated. Als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de jonge generatie, die zit echt allemaal op hun telefoon de hele dag. Zij niet. Zij heeft er geen zin in. Zij heeft je telefoon in de jas hangen, die aan de kapstok hangt. En dat is zo vet, want je ziet daar dus mega hard groeien. En dat is wel echt iets waar de jonge generatie soms wel een beetje last van heeft. Die telefoon is echt wel een ding. Maar ik snap het ook, want op die telefoon speelt alles af. En voor iemand als marketeer zoals ik, is het natuurlijk mega handig als je mensen op hun telefoon ook een beetje kan pluggen. Maar dit is echt, zo kun je ook de creativiteit natuurlijk uitdagen. Door post-its op te hangen. En daar word je super creatief van. Nou, dyslexie. Ik ben super dyslectisch. Althans, dat was ik eigenlijk. Hoe zit dat nou? 1 op de 3 ondernemers is ook dyslectisch. Maar toen ik op de basisschool zat, dat zei ik dat ik, ik wil niet zeggen dat ze dacht dat ik dom was, maar ik had een soort afwijking op taal. En dat werkte dus niet. Dat verklaart ook waarom ik mijn Engels niet haalde. Maar ze wilde het ook niet maar aan testen. Dus hebben we heel veel van die dyslexietesten en zo. Maar daar hadden ze op de basisschool ook geen zin in. Dus ik was motorisch, was ik een klummel en ik was dyslectisch. Dat gaat allemaal gaat op zich best wel prima samen trouwens ook. Dyslectisch. Dat is gewoon echt kloten, maar daar leer je wel op een gegeven moment leer dat wel overwinnen. Heb ik tenminste geleerd. Hoe leer je dat dan overwinnen? Dus ik weet niet, wie zijn eigenlijk dyslectisch in deze groep? Leer jezelf aan. Heel veel tikken achter de computer. Zorg ervoor dat je standaard zinnetjes hebt. Met dankjewel voor je bericht. Volgens mij, iedereen die mij wel eens mailt, die krijgt altijd standaard dankjewel voor je bericht. Dan weet ik namelijk dat het fout als Nederlands is en alles wat erna komt, dat komt wel goed. Dat is eigenlijk een beetje mijn trucje, maar dan heb je alvast een leuke introductie. Zo begin ik eigenlijk altijd en door heel veel te leren heb ik heel veel woordencombinaties weten te checken en dat helpt je. Ik ben vrij jong gestart. Ik ben om mijn 14e ben ik gestart met mijn eigen bedrijf Media Meren. Destijds ook nog letterlijk vanaf de zolderkamer. Ik was goed ook een mooie zaak. Ja, top. Dus ik ben letterlijk op zolderkamer begonnen, bij mijn ouders nog thuis. En op een gegeven moment groei je daar een beetje uit en dan ga je op een gegeven moment naar je eigen bedrijfspand. Eerst nog gewoon huren en daarna dan ga je het een keer kopen. Dat is echt mega vet. Met ontwikkelen van websites, dan heb je super veel zin om wat te gaan doen op het internet en dan krijg je zoiets. Ondertussentijd hebben we natuurlijk een kantoor, ziet er ongeveer zo uit. Het is een klein stukje van het kantoor, maar dat maakt helemaal niet uit. Vind ik vet, die piepschuimletters aan de wand, staat altijd wel stoer, vind ik. Dat is leuk voor je kantoor ook, als je nog een leuk idee hebt, piepschuimletters.nl, dat is niet voor mij, maar is wel tof.
Dit valt heel mooi op het scherm. Ik ben een jonge freelance ondernemer van het jaar, van 2015. Ik moest een soort van strijden tegen de drie anderen. Uiteindelijk ben ik het geworden. De jury vond denk ik dat ik het beste verhaal had. Maar ik ben er wel echt mega trots op. Want het geeft wel een extra steuntje in je rug om verder succes te maken. Want ik werk echt knetterhard. En dan is het mega vet als je zoiets kan winnen. Dus als je nou wat ook krijgt, zorg ook dat je het naar buiten ook vertelt. En zorg dat die drijfveren, je succesdrijfveren, die zijn mega belangrijk. Dus zorg ook altijd dat je daarmee bezig bent. En zorg ook dat je je onderscheidt. Dat vond ik echt een hele leuke zin. Je wilt beter zijn dan anderen en je onderscheidt door je niet te worden. Je wilt in principe, als je aan het ondernemen bent of als je bedrijfsleven actief bent, je wilt eigenlijk stiekem al een beetje beter zijn dan een ander. Want daardoor kan je ook weer extra groeien en dan word je ook uitgedaagd. Als je in het standaard, het ritueel blijft zitten, je staat op, je doet jezelfde ding, op een gegeven moment krijg je echt super saai op je werk. En als je dat elke dag een beetje anders kan doen, dan word je daar wel steeds beter in uiteindelijk, want dan kom je tegen fouten aan. Loop tegen fouten aan, neem wat meer risico. En ik denk dat nu de microfoon iets beter gaat. En je onderscheiden door je niet te worden, dat is natuurlijk zorgt ervoor dat mensen dat je opvalt en dat helpt echt wel mee. Ook een leuke foto. Oh, dat gaat heel snel. Succes, heb ik het al gezien? Ja, top hè. Dat is leuk als de grafiek altijd omhoog gaat. Naar beneden is kloten, je wil altijd dat het omhoog gaat. Succes. Het is als je aan het ondernemen bent, absoluut geen job dat je denkt, hey, ik ga verder uitslapen tot 12 uur en dan denk ik, ik zit om 1 uur ergens op kantoor en dan ga ik om 5 uur denk ik wel weer naar huis. Het is echt dedicated zijn als een gek. Ik sport nu 4 keer per week in de sportschool samen met deze meneer Daag. Dat is Franco. Ik ben niet zo gespierd als dat hij is, maar ik doe ergens mijn best. En wat echt leuk is, dan sport je vet vroeg. En dan ga je dus daarna ga je door naar kantoor. Zit je dus eigenlijk om 8 uur super scherp achter je bureau. En dan werk ik eigenlijk door tot minimaal 10 uur in de avond. En af en toe eet je nog iets. En dat vergeet ik soms ook wel eens, dat is niet altijd handig. Maar het gaat de hele tijd door. En dat heb ik eigenlijk 6 dagen in de week. En zondag probeer ik echt vrij te houden. Maar praktisch zien, je kent het wel, je zit dan toch weer je mail te lezen, ga je toch weer reageren. Zo werkt dat eigenlijk een beetje als je voor jezelf bezig bent. Je bent altijd dedicated met je bedrijf bezig. Nou, dit is altijd interessant. Je hebt hier de ijsberg. Sommige mensen kennen het wel, als je managementboek ooit een keer hebt gelezen, dan zie je vaak dit dingetje van terugkomen. Ik heb een beetje mijn eigen huisstijl gemaakt. Alles wat boven dat water plaatsvindt, dat ziet iedereen. Maar alles wat eronder, dat ziet dus niemand. En dat is overal zo. Dat is met ondernemerschap zo, dat is als je in loondienst bent. Mensen zien altijd het succes. Maar ze hebben werkelijk geen idee dat je soms om 10 uur s'avonds, om 12 uur s'avonds je facturen zit weg te sturen. Allemaal van dat soort dingen. En dat komt gewoon dat je super dedicated bent aan iets. Omdat je het namelijk leuk vindt om te doen. En dan is dit wel echt wel interessant. Want dit moet je er echt allemaal voor doen om dat succes uiteindelijk te maken. En dan heb je altijd nog je uitdagingen. Want je hebt altijd natuurlijk als je ergens, het is altijd een soort van vallen en opstaan. En ik, dat was inderdaad die klote dag die je bijvoorbeeld gisteren had. En dan moet je toch wel weer een beetje enthousiast zijn om weer door te gaan naar de volgende dag. Dus dat kan soms als een uitdaging zijn. En wat heel belangrijk is dat je altijd en alle tijd ook je verantwoordelijkheid neemt. Want sommige mensen durven niet altijd de verantwoordelijkheid te nemen. Die schuiven het vooral altijd af op anderen. Want anderen doen het fout. Maar als iemand zaken doet met jou, jij bent echt de persoon waarmee ze zaken doen. En die mensen daarachter, dat boeit ze niet. Ja, dat boeit ze wel erg, dat is natuurlijk, dat is belangrijk. Alleen, ze zien jou als persoon en jij hebt altijd de hoofdverantwoordelijkheid. Dus je moet altijd zorgen dat je wel eerlijk blijft en transparant blijft. Daar heb ik ook een mooie slide van. Ja, dat komt straks. Maar de praktijk is altijd dat je moet denken in oplossingen. Denk je niet in oplossingen, maar alleen maar in problemen, wordt de klant echt super moe van je. Dus zo werkt het gewoon. Als je zegt van, mijn website werkt niet. Oh ja, jij hebt nu een probleem, want jij hebt geen onderhoudscontract afgesloten. Dus ja, zoek het lekker uit met je website. Zo gaat het dus niet werken. Zo'n klant wil op dat moment gewoon keihard geholpen worden. En je wil dat niet horen dat hij nu een probleem heeft, maar je moet gewoon met een oplossing moet je aankomen. Dat is echt iets wat echt mega belangrijk is. En durf ook kennis te delen. Want als je namelijk geen kennis deelt, dan kom je echt niet zo heel ver uiteindelijk. En het is juist goed, want andere mensen, als jij wat vertelt, gaan andere mensen ook dingen aan je terugvertellen. Dat is meestal zo. En dan word je ook daardoor leer ook weer extra dingen, waardoor je uiteindelijk weer gaat groeien. Wie kent de Nintendo 64 nog? Ja, is wel vet toch met Mario Kart? Uiteindelijk zijn dat altijd de spelletjes die je altijd nog als laatste, tot de laatste grijs draait. Letterlijk, want zo'n soort van halve floppy die erin gaat, dat ziet er ook grijs uit. Maar we hebben ook bijvoorbeeld op kantoor, vind ik echt mega vet. Vind ik gewoon leuk. Passie, durf te genieten van je successen en de successen die nog gaan komen.
Het is leuk als je van die mijlpalen hebt, dat je denkt, hey, ik heb me als eerste ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ik heb mijn eerste klant binnen. Dat zijn allemaal van die successen, of de eerste factuur betaald, is ook altijd een mooi succes. Het zijn allemaal van die successen die je moet vieren eigenlijk, vind ik. Want als je het succes niet viert, dan uiteindelijk als je dan twee klote dagen achter elkaar hebt, dan baal je, want dan ben je die successen weer vergeten. Dus je moet ook een beetje durven dromen over de successen van morgen. En dan af en toe van high-five is dat leuk. Dromen, durf te dromen. Als je plannen hebt, dus inderdaad als je die tijdsbestek en die doel, of tenminste dat idee hebt van die targets van ik wil 5 jaar ergens staan, doe daar dan ook echt wat mee. Dat is echt mega handig, want dus als je bijvoorbeeld denkt ik wil een hele mooie auto over 10 jaar of zo, dan is dat wel een doelstelling die je jezelf kan opleggen. Ja, maar wat moet je dan ervoor doen om over 10 jaar die auto te hebben? Daar moet je gewoon een plan voor hebben, want als je geen plan hebt, dan komt het er uiteindelijk niet. Of niet misschien die auto die je zo heel graag wilde hebben. Dus je moet wel ergens een plan hebben. En dat plan dat kan je opschrijven en dan stop je dat ergens weg en dan kijk je er af en toe naar. En dat zorgt ervoor dat je ergens scherp op blijft. Ondernemerslessen, daar gaan we even. Zorg altijd dat je eerlijk bent en transparant. Ga je liegen, dat werkt niet. Moet je altijd over je schouders heen kijken. Ik heb zelf echt een ongelofelijke hekel als mensen gaan liegen. Daar kan ik niet zo goed tegen. En dat wil ik dus ook nooit tegen een klant. Gewoon altijd eerlijk zijn. Dat is echt het meest belangrijk. Ga je allemaal smoesjes vinden dat inderdaad die website niet werkt, omdat je eigenlijk zelf stiekem een fout hebt gemaakt in die website, een update hebt gedaan, maar die update ging niet goed. En je zegt daarna dat het aan de klant ligt, uiteindelijk komt de klant er soms wel eens achter. Dus dat is niet handig. Doe het altijd gewoon zoals het moet en eerlijk. Maak van klanten ambassadeurs. Klanten die zijn namelijk jouw mensen die jou de anderen gaan vertellen hoe goed jij bent, zeg maar, in het werk wat je doet. Die zijn heel belangrijk. Klanten zet je op een voetstuk, net zoals je medewerkers. Want je medewerkers zijn net zo belangrijk als die klanten. Met de medewerkers run je de toko, maar met de klanten heb je nodig om die toko uiteindelijk ook die mensen te kunnen betalen. Dus die klanten zijn ook mega belangrijk. En daarom zijn klanten king, vind ik altijd. Zorg dat anderen vertellen over hoe goed je bent. Dat is het belangrijkste. Ik kan zelf wel zeggen dat we misschien een hele mooie website kunnen bouwen. Maar als klanten dat over het bedrijf vertellen, dat wij leuke mooie websites kunnen bouwen, dan heb je veel meer aan. Testimonials of referenties, hoe je het ook wil noemen. Dat is echt mega belangrijk. Dus zet dat ook op je website. En zorg dat dus van je ambassadeurs uiteindelijk je fans maakt. Uiteindelijk is dat leuk als mensen oprecht gaan reageren. Als je iets op social media zet. Ik heb altijd een standaard iemand die altijd reageert op elk bericht wat ik online zet. Soms denk ik, doe het nou maar niet. Maar ja, zij heeft ook ergens een bereik. Dat is mijn eigen moeder. Mijn eigen moeder reageert namelijk altijd overal. Die zit dan ergens, weet ik wat, die denkt, ik doe de iPad even, ik wilde maar zeggen, sla de iPad open, maar dat is zo erg natuurlijk niet. Die zit dan op Facebook, zit zo te scrollen en dan ziet ze dus weer een berichtje voorbij komen en dan gaat ze zeggen, oh, ik ben super trots op je. Nou, dat is heel leuk allemaal, maar soms schaam je er ook een beetje voor dat wel de cute-eyed, zeg maar, zit daar wel natuurlijk in die reactie. Maar dat waardeer ik wel dat ze dat altijd doet, want zij heeft ook natuurlijk een bereik die uiteindelijk weer verzorgt dat die berichten op de juiste plek komen. Dus zorg dat met je vrienden iedereen altijd die berichten van je deelt. Op social media en waar ook. En dan komt het helemaal goed. Welke USP's? Zorg altijd dat je een beetje uniek blijft. Je hebt altijd van die standaard dingetjes met, ik wil innovatief zijn. Nou, innovatief dat vind ik dan, dat wil altijd iedereen. Dus zorg altijd ervoor dat je, dat je altijd wel andere dingen hebt. Bijvoorbeeld wij willen de wow-factor creëren. En de wow-factor is mega belangrijk. Ik heb altijd het idee, als de klant die laptop openslaat, ziet zijn eigen website, dan moet je denken, wow, dit was echt vet. Zoiets. En dat moet je eigenlijk ook altijd hebben bij je eigen onderneming. Ik weet dat ik praat heel snel, maar dat probeer ik altijd rustiger te krijgen, maar dat werkt dan niet. Ik ga altijd daarna altijd weer snel praten, dus zo werkt dat. En anders kan ik ook niet alle informatie die ik met jullie wil delen, met jullie delen. Ik hoop dat jullie het ook daarop kunnen volgen. De vrouw achter de tent, dat is mega belangrijk. Rechts in het hoekje, dat is Michelle, dat is mijn vriendin. Als zij niet achter mij staat, want ik ben natuurlijk bijna een soort halve idioot, omdat ik altijd dag en nacht aan het werk ben, dan is het wel chill als er iemand thuis is die wel of naar het kantoor komt, of je even zorgt dat je wel wat eet. Allemaal dat soort praktische dingen, dat is mega chill. En dat is echt mega belangrijk als je iemand achter je hebt staan die ook gelooft in hetgeen wat je aan het doen bent. En uiteindelijk profiteert zij er natuurlijk ook ergens van. Laten we nou heel realistisch zijn. Maar het is wel zo. Maar het is wel heel belangrijk. Het is wel heel belangrijk. En ze werkt zelf ook knetterhard. En dat is juist leuk als je elkaar een beetje kunt aanvullen. En het leuke is, je kan met iemand die heel dichtbij je staat, kan je mega goed sparren. En dan kan je soms ook even eerder tegen zeggen, ik loop daar tegenaan. Of nu met corona is het soms best wel lastig. Heb je allemaal regels natuurlijk, afstand houden, hoe richt je je kantoor corona-proof in, andere dat soort dingen. En zij heeft er soms wel een goede kijk op. Dan denk ik, oh ja,
je hebt eigenlijk wel gelijk. En dat is echt super waardevol. Nou, dat vond ik schattig, dit plaatje, leuk. Nou, we gaan weer naar de gouden tips over. Ik zal de volgende keer een andere kleur nemen. Nou, geloof in jezelf. Is heel belangrijk. Zorg dat je altijd in jezelf gelooft. Ik zeg wel eens gekscherend. Als je voor de spiegel staat, dan moet je zeggen, wauw, het gaat weer een mooie dag worden. Dan krijg je namelijk energie van. Als je nou voor de spiegel gaat staan en je denkt, oh jezus, wat was het weer vroeg vanochtend. Dan gaat het echt dan ga je niet met heel veel energie de stad in. Of je zet even de stad in, je klanten tegemoet. Dus zorg ook dat je soms misschien een soort muziekje hebt waar je, je vrolijk van wordt. Dat werkt ook. En dat zorgt echt voor dat je de dag beter doorkomt. Ik doe dat dan niet als ik zo vroeg ga sporten natuurlijk om 6 uur, want dan worden ze allemaal gek als ik de muziek zo vroeg aanzet thuis, want daar krijg ik ruzie van, dus dat doe ik dan weer niet. Twee zwakke kanten, heel mooi als je hele sterke kanten hebt, maar zorg ook dat je je zwakke kanten traint, want daar kan je in groeien. En zorg ook dat je ze leert kennen, want dat is wel een beetje eng, want als je denkt, hey, ik ben niet goed in, in lopen, want je loopt altijd scheef bijvoorbeeld, dan kan je misschien dat zwakke, dat is niet helemaal het voorbeeld, maar goed, oké, we pakken dat het onderwerp even door. Dan moet je proberen om dan uiteindelijk recht te proberen te lopen. En zo werkt het eigenlijk met alles. Zorg altijd dat je zwakke kanten denkt en zwakke kanten leert kennen. Eigen denkwijze, ik ben soms stront-eigenwijs, maar dat stront-eigenwijs, dat moet je soms even opzij leggen, want anders kan je namelijk ook niet luisteren naar mensen die feedback geven. Feedback is namelijk essentieel. Die mensen die feedback geven, soms denk je, jutje, wat zit hier nou te zeuren, maar dat is niet zeuren, proberen ze jou verder te helpen. Dus denk daar echt goed om en zorg dat je ook sparringspartners hebt. Ja, top. Ja, sparringspartners. Want sparringspartners zorgen ervoor dat je uiteindelijk veel groter wordt, veel succesvoller. Want als je namelijk niet durft te delen wat ik al eerder zei, dan kom je ook gewoon daar niet over verder als je wel tegen iets aanloopt. Dus durf het echt te doen. Als jullie contact met me op willen nemen, dan kan dat zo. Dan kun je me altijd mailen als je vragen hebt over ondernemerschap. Dan kan dat. Ik help je graag verder. Want ik vind het echt zelf heel erg leuk. Ik hoop dat jullie ook een beetje geïnspireerd zijn geraakt. Ik wil altijd heel veel. Maar ik hoop dat jullie er ook echt wat aan hebben. En schrijf al die dingen een beetje uit. Zorg ervoor dat je jezelf op de kaart zet. En maak er wat moois van. En geniet natuurlijk bovenal van deze prachtige avond. Dat is echt vet. Applaus voor Pascal en het hele team natuurlijk. Ja, doe zo. Ik ben altijd heel blij met het team, dus dat wil ik even zeggen. En nu stop ik ermee, want anders blijven we lullen hier. Dus tot ziens allemaal, veel plezier, fijne avond.